Ruben Schaken, hoe kijk jij terug op je debuut bij het Nederlands elftal? Ik was heel gespannen, maar ik denk wel een redelijk debuut. Gewoon altijd beter, alleen je scoort. Dus je staat 1-1 en dat is een hele mooie ervaring. Het was voor mij de eerste keer, ondanks mijn leeftijd. Leuke gast, ik ben goed opgevangen. Het trainingsniveau lag hartstikke hoog natuurlijk. Dat staat voorop. Die gasten kunnen echt goed voetballen, dus dat bleek. En uiteindelijk mooie ervaring en wel redelijk goed gedaan. Ja, vreugde en teleurstelling liggen dan dicht bij elkaar. Want na de wedstrijd tegen Andorra raak je geblesseerd. Hoe is dat allemaal gegaan toen? Ja, dat was vervelend. Ik moest ons zaterdag melden na de wedstrijd om 5:00. Dus ik ben iets eerder heen gegaan omdat ik een dikke knie had. En toen hebben ze geconstateerd dat ik binnen 3 dagen niet alle vocht eruit zou krijgen. Dus de wedstrijd in Roemenië kwam dan te vroeg. Dus ja, dan kom je de keiharde wetten van het voetbal tegen en dan word je gewoon, mag je naar huis, spullen inpakken in huis. Ja, verrekking aan je knieband, hoe sta je er nu voor? Ik sta er nu redelijk op, de vocht is er bijna uit, er zit nog een spoortje in, dus ik kan hem nog niet echt volledig belasten. Dus we kijken deze dagen wat we gaan doen en naar zondag toe denk ik zelf dat het te vroeg wordt, maar daar kan ik nog niks over zeggen. Dus dan richt ik me op de klassieker volgende week en dan hoop ik inzetbaar te zijn voor de trainer. Ja, als je zondag mist, is dat dan extra pijnlijk omdat het ook tegen je oude club VVV is? Nee, dat niet. Dat niet. Tuurlijk is het leuk om bij jouw club te komen en om daar 3 punten van af te pakken natuurlijk. Dat zou helemaal top zijn. Alleen goed, ik zit al in mijn 3e jaar bij Feyenoord, dus ik heb al 2 keer eerder in de Kool tegen VVV gespeeld. Dus tuurlijk blijft het speciaal, maar zo speciaal als de eerste keer is het niet. Je hebt het over 3 punten afpakken, maar dat is in 1991 voor het laatst gebeurd. Kan je uitleggen waarom Feyenoord altijd zo moeilijk heeft in de Kool? Ja, het is lastig voetballen daar. Ik heb het zelf als VVV-speler meegemaakt. Ook nog nooit thuis verloren van Feyenoord. Alleen goed, ik ga niet mee in de dingen van de pers die zeggen van ja, zoveel jaar geleden. Kijk, VVV speelt nu een paar jaar Eredivisie, maar daarvoor was het Jupiler League. Dus dan kan je er ook niet van winnen natuurlijk. Hè. Dus ze maken het altijd iets groter dan het is. Maar natuurlijk, ze hebben een x-aantal keer niet gewonnen daar. Maar zondag moet gewoon kunnen, ondanks de geschiedenis. Zondag is weer een nieuwe wedstrijd. Ja, VVV de nummer laatst, Feyenoord mooi op de 5e plek. Is dat dan ook al een wedstrijd die je alleen maar kan verliezen? Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel. Zo werkt het in Nederland. Hè. Als je wint, dan zeggen ze, ja, dat is normaal. Natuurlijk moet je winnen van VVV. En als je verliest, ja, dan is het een blamage, zeg maar. Dus dat hoort er allemaal bij. Wat zijn je verwachtingen voor zondag? Gewoon 3 punten. Ondanks de geschiedenis, zoals ik al zei, gaan we daar gewoon winnen.